Waarom zijn jullie begonnen met je lokale omroep? Ik zou het niet weten, want ik ben er niet mee gestart. Dat zijn mensen voor mij geweest. En, die hebben dus de moed opgevat om te beginnen met lokale omroep. In een tijd dat er nog minder aanbod was dan nu. Dat was dus begin jaren 90. Toen was er nog ruimte voor meerdere programma's ook, die op de grote radio, zoals wij dat noemden, niet horen. Daarom zijn wij begonnen en daarom zijn mensen hier begonnen. En ik ben er later dus bijgekomen, omdat ze op dat moment geen voorzitter hadden. En verliep het begin goed of weet je daar ook niks van? Turbulent. Het was zoeken naar jezelf. We zijn een grote organisatie met ongeveer 100 mensen die hier wat doen. En ieder poppetje, dat moest op de goede plek terechtkomen. En dat was dus een hectische tijd. Is er afgelopen jaren veel veranderd? Ja, het verandert enorm veel en dat heeft vooral te maken met internet. Door het internet wordt een heleboel eigenlijk wereldwijd op de kop gezet. Zo ook bij lokale omroepen. Waar je vroeger een functie had, echt naar je gemeenschap toe, naar de bewuste plaats waar je bezig was, ja, kunnen de mensen veel meer informatie verzamelen op allerlei fronten via allerlei media. Bestaat de lokale omroep nog over 10 jaar? Ja, dat is een hele goede vraag. Kijk, als ik die kon beantwoorden met ja of nee, dan zou ik hier niet zitten als voorzitter. Dan zou ik wat anders gaan doen. Want dan was ik snel rijk. Ik denk in deze vorm dat lokale omroep dan niet meer bestaat. En welke denk je wel in een andere vorm? Of? Ik denk in een bredere vorm en vooral internetgericht en alles wat hierna nog uitgevonden wordt en erbij komt. Dus media is een snel veranderend podium. Wat zijn voor je eigen idee echt de hoofdtaken als lokale omroep op dit moment? Op dit moment in deze gemeente is zo dat je een podium bent voor een groep mensen van middelbare leeftijd, vooral, en ouder. Dus jonge mensen, die is in de leeftijd van 0 tot 20 jaar, hebben geen belang bij een lokaal omroepproduct, uitzonderingen daar gelaten. Dat heeft te maken met het geweldige aanbod wat er gewoon is op het gebied van media ook weer. De lokale omroep is ook een beetje, spreekt niet zo aan. Dat heeft te maken met dat er veel zijn en dat een heleboel lokale omroepen zich toch op een iets andere manier van hun taak kwijt. Wij hebben wel een functie, onder andere voor de sport in deze gemeente, voor de kerken. Dat zijn pijlers waar wij op functioneren, zeg maar. Waar wij op draaien. Is het moeilijk om je hoofd boven water te houden? Nou, dat is voor de meeste omroepen moeilijk. Voor ons op dit moment is dat nog niet echt aan de orde. We hebben gewoon wel wat gebufferd in het verleden. We hebben een vrij grote advertentiemarkt kunnen opzetten. Daar hebben we ruim 20 jaar hard voor gewerkt. En daar op dit moment doen wij het mee. Dus daar moet je opteren? Nou, opteren, dat is... Kijk, je ziet, het is allemaal wat behoudender. Dus wat wij doen is ook de vlucht naar voren. Ook uitbreiding, dus dat regio vooral opzoeken middels internetsites. Misschien een moeilijke vraag, deze. Waar zijn jullie het meest trots op? Het meest trots op? Nou, waar ik het meest trots op ben, is om een geweldige ploeg mensen om me heen. En samen maken we gewoon mooie dingen, vind ik zelf. En we hebben ook nog een functie, dat vertel ik net al. Die functie is dat we dus bepaalde mensen in de gemeenschap op bepaalde gebieden iets kunnen bieden, nog steeds. Dat heeft ook te maken met de geloofsovertuigingen en de kerkelijke gezindten hier in deze hoek van het land, ook in de gemeente Oldebroek.